Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil de robot doen. Als tiener droomde ik van een leven vol seks, drugs en rock'n'roll. Inmiddels ben ik 25 en is mijn leven totaal niet spannend. Maar die dromen, die zijn er nog steeds. En ik ben klaar met fantaseren. Ik zoek het spannende leven zelf wel op. Ik zit in de bloei van mijn leven, ben vrijgezel en al zeg ik het zelf, zie er donders goed uit. Hier zou ik de seksuele vruchten van moeten plukken, zou je denken toch? Maar in werkelijkheid heb ik er totaal geen behoefte aan en moet ik er niet aan denken om net als leeftijdsgenoten te tongen in de club of een lekker potje te rampetampen. Het voelt alsof er iets mis met me is en of dit echt zo is, ga ik onderzoeken met Tantra. Nou Wendy, ik ben heel erg blij om hier te zijn vandaag, want ik werk nu al een paar maanden bij Spuit en Slikken, dus ik hou me dagelijks bezig met seksgerelateerde onderwerpen. En hierdoor krijg ik eigenlijk steeds meer het besef hoe weinig seks mij persoonlijk doet. En dat het in tegenstelling tot heel veel andere mensen, ik het niet zie als een belangrijk onderdeel van mijn leven. Alsof ik het helemaal heb weggestopt. Wat ook weer niet heel goed voelt. Dus ik vroeg me af, kan Tantra mij hiermee helpen? Ik denk het wel. Maar dat wil niet zeggen dat je door Tantra per se bijvoorbeeld heel veel aan seks gaat doen. Maar wel wat het je kan brengen is dat als je seks hebt, dat het steeds fijner kan worden. En als je het niet hebt, dat je daar helemaal oké mee bent. Want wat is Tantra precies? Kun je dat uitleggen in een beknopte versie? In een beknopte versie. Ik krijg de vraag natuurlijk heel vaak. Ja. En ik kan hem ook op heel veel verschillende manieren beantwoorden. En voor nu zou ik zeggen dat Tantra een manier van leven is. Waarop je gaat ontdekken dat het echte diepe geluk niet in de buitenwereld te vinden is. En ook niet in de buitenkant, in je uiterlijk. Maar echt in een plek in jezelf, in je lichaam. En dat klinkt misschien een beetje als ja, cliché of een open deur. Maar ik denk wel dat de media en reclames natuurlijk een ander beeld geven. Hè? Van als je nou maar die goede seks hebt en veel seks hebt, dan word je gelukkig. Als je nou maar volle lippen hebt. Als je nou maar veel geld hebt of spullen of veel volgers. En ik, ja, veel mensen komen er vanzelf achter in hun leven dat dat het niet helemaal gaat brengen. Maar Tantra gaat je dat ook echt leren. Dat je iets in jezelf kunt gaan voelen, waardoor je al dat andere kan er nog steeds zijn, al die heerlijke dingen, maar je hebt het niet per se nodig. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Wat kan ik verwachten van de cursus? Ja, wil je nou verrast worden of niet? Ja, ik wil verrast worden en ik wil al mijn emoties laten vloeien. Ja. Nou, we werken met levensenergie. Het is moeilijk uit te leggen, maar kijk, we zitten hier nu ergens buiten. Het is niet heel lekker weer, maar het is wel lente. Ja. En wat zie je natuurlijk in de lente? Alles gaat groeien. En misschien mensen die veel van planten en bomen weten, die kunnen dat wetenschappelijk uitleggen. Maar ik geloof dat er ook ergens een kracht is die daarin zit. Die daaronder zit. Die we eigenlijk niet helemaal kunnen snappen. Een soort van mysterie. Ja. En die hebben we ook in ons lichaam. Die is eigenlijk overal aanwezig. Alleen op het moment dat je heel erg in je hoofd zit, dan voel je dat eigenlijk niet zo. Misschien sommige mensen als ze aan seks gaan doen, dat ze even iets voelen gaan stromen. Of als ze heel erg verliefd zijn. Ah, dan ineens is er iets wat je niet helemaal kan snappen wat het is. Maar je voelt het wel. Hè? Verliefdheid denk ik dat je wel kent. Dus we hebben allemaal levensenergie in ons. Maar de meeste mensen, omdat ze meer vanuit hun hoofd zijn gaan leven, zijn dat eigenlijk aan het onderdrukken. En daar gaan we wat mee spelen. Dus dat betekent dat we gaan bewegen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil de robot doen. We gaan wat dieper ademen. En de laatste keer doen we lekker heel overdreven. Dat kunnen wij. Precies. Je gaat een tantra-meditatie doen.
we gaan ook oefenen met ja en nee voelen. Misschien. Nee. Want dat is voor fijne ervaringen in seks, is het fijn dat je kan voelen, hey, maar dit wil ik niet. En dat je dat ook kan zeggen. Ja. En dat je dat de ander dat respecteert. Ja, precies. Maar het gaat niet alleen maar over nee zeggen. Hè? In de hele MeToo-beweging zou je kunnen denken, ja, we moeten goed nee zeggen. Maar we willen ook ja kunnen zeggen. Ja. En dat is niet per se ja tegen seks. Want als jij dat niet voelt, niet. Maar ja tegen het leven is misschien wel iets waar je mee kunt verbinden. Of ja tegen vrolijkheid. Of ja tegen je emoties. En misschien dat je aan het eind van de dag zegt, ah, ik heb er zo'n klein stukje volgens mij van kunnen proeven. Ja. En als je dat meer gaat voelen in je lijf, dan wordt seks ook minder een ding van, ah, er is geilheid nodig en we moeten dit doen en we moeten dat doen en we moeten dit script volgen en dan uiteindelijk is er dan misschien hopelijk een orgasme en dat is dan seks. Ja, precies. En in tantra kun je dat echt op een gegeven moment helemaal loslaten. Van, we zijn samen, we voelen of het oké is, we zijn in verbinding met ons lichaam, want dat hebben we geleerd in tantra. Ja. En laat de energie maar stromen. En of dat dan in de geslachtsdelen gevoeld wordt of niet, dat zie je dan wel. Maar dan wordt het een veel ruimer ding dan alleen maar ergens zo hier bezig zijn. Ja. Wat vind je het spannend? Ja, een beetje. Vooral dat gedeelte over die aanrakingen. Ik vind dat niet fijn. Ik hou persoonlijk ook echt niet van massages. Ik vind dat echt heel naar. Ik moet er niet aan denken als iemand mij zomaar aanraakt. Mm. Maar ik heb ook wel iets van dat ik hoop wat blokkades te kunnen herkennen en daar dan iets mee te kunnen doen. Ja. Dus ik sta er wel helemaal open in. En ja, ik hoop gewoon heel erg dat ik er iets aan ga hebben. Oké, ik heb wat comfortabels aangetrokken, want we gaan een aantal dingen doen. Mediteren, dansen en een gedeelte met aanraking. En dan met dansen, dat kan ik, dat weten we allemaal. Maar of ik comfortabel ben met aanraking en dan vooral met vreemden. Ja, ik weet nog niet echt wat ik daarmee moet voelen. Want ik heb bijvoorbeeld al, als ik een massage krijg, dat is in mijn idee de hel. En we zijn met allemaal vrouwen die niet voor de eerste keer hier zijn. Dus ik ben het enige groentje. Dus ik denk dat ik veel van ze kan leren, maar of ik daar wel voor open ga staan, waar we het ook met Wendy over hadden, dat die gevoelens niet moet onderdrukken. Of mij dat gaat lukken, dat vraag ik me af. Welkom allemaal bij deze Tantra workshop. Dus als je het lekker vindt om heel even je ogen te sluiten. Even zo in gedachten de weg afleggend van thuis naar hier. En los. En de laatste keer doen we lekker heel overdreven. Dat kunnen wij. Precies. En dan de ogen openen. Oh, ik ben Diva en ik voel 1000 dingen tegelijk. Ja, dat is ook een beetje mijn probleem, dat ik mijn hoofd niet stil krijg en de ene emotie de andere opvolgt. Dus wat ik nu ik dat heb uitgesproken voel is, nou, toch wel dat excitement, hoe jullie dat mooi zeggen, om hier aan mee te doen. Af of we mogen twerken. Ik denk dat dit een ander soort dansen wordt dan in de club. Maar misschien ook niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil de robot doen. Oké, misschien denken jullie, waar zit ik naar te kijken? Ik had precies hetzelfde gevoel en zelfs nu ik het terugzie voelt het awkward. Maar juist dan is het belangrijk om even door die ongemakkelijke zure appel heen te bijten. En dit is
Ik ben kapot. Tot nu toe vind ik sommige onderdelen echt heel ongemakkelijk. Maar dat ligt allemaal bij mij. En ik weet niet of ik daar in één les overheen ga doorkomen. Zes mensen van jullie gaan verspreid over de ruimte staan. Met een blinddoek, je kan natuurlijk ook je oog dicht doen. Dat is ook helemaal goed. Voel ik, oh, lekker. Of zelfs, oh, ja, meer. Dit wil ik wel de hele dag. Sommige mensen willen dat. Is het, ik weet het eigenlijk niet zo, misschien. Of is het, oh nee, dit vind ik echt helemaal niet fijn. Stop. Stop is heel duidelijk. Bij deze oefeningen, als je stop hoort, haal je gelijk je hand weg. Misschien laat je ook even merken dat je er bent. Dat je je hand vasthoudt. Jij mag gewoon staan waar je nu staat. Wie wil er een blinddoek? Wie wil het uitdagend maken voor zichzelf? Uiteraard kan die altijd weer af, hè? Als je toch voelt van dit is me te spannend. Die wil die, die wil die. Ieder zijn voorkeur. Sommigen willen die, anderen willen die. En mocht je maar aan het einde die van nog wel willen, dat je na drie rondes denkt dit gaat wel, dat kan altijd. Nou, de mensen die staan. Kijk eens of je stevig op beide voeten kunt staan. Sommige mensen zijn al helemaal gewend aan veel aanraking. Dat kan heel anders zijn als je dat niet bent. En als de aanraking dan begonnen is, ja. Dan voel je en zeg je ook ja. 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 En dan neem je de aanraking weer terug. Voelen dat je er bent. Raak je de hand even aan van de ander. Ja. Misschien. Ik kan iets bedenken waarvan je niet zeker weet of iemand dat fijn vindt. Ja. Nee. En dan rond je het af. Ik was eigenlijk verbaasd over mezelf dat ik het in het begin dus helemaal niet zo erg vond. Maar eerlijk gezegd had ik er ook totaal geen gevoel bij. Ik dacht van ja, dit is er, prima. Maar toen het wat intiemer werd, toen dacht ik van, joh, alsjeblieft, daar voelde ik me niet goed bij. Want ik doe dat het liefst gewoon met iemand waar ik een connectie mee heb en mee aangetrokken voel. Maar het is fijn om hier te weten dat het oké is dat het niet bij iedereen is en dat je geen schoenen kan aangeven. Vandaag zijn we met alleen vrouwen in de cursus, maar wordt tantra ook vaak door mannen gedaan eigenlijk? Ja, en ik moet zelfs zeggen dat ik werk meestal met gemengde groepen. En dat het tegenwoordig vaak voorkomt dat we meer mannen dan vrouwen hebben. Dus er is een, nou ja, echt een toename aan belangstelling. En de mannen hebben net zoveel onzekerheden en gedoetjes rondom seksualiteit als de meiden en de vrouwen. Dat is mij echt wel duidelijk na al die jaren. Ja, dat is wel fijn om te horen. Ik denk dat veel mannen ook het idee hebben alsof daar geen plek voor mag zijn. Voor die onzekerheden. Tuurlijk, ja. De kwetsbaarheid is voor mannen denk ik nog een extra uitdaging. Ja. Maar ja, dat is in tantra wat wel echt helemaal welkom is. Zowel hun power, die mag er ook zijn, maar ook de kwetsbaarheid. En dat geldt eigenlijk voor de vrouwen ook. En waar komt dan die link met seks vandaan? Want ik heb wel vaak dat ik om mij heen van mensen hoor van, oh ja, die doen allemaal orgies met elkaar. Of ja, dat, ik wil ook een tantrische sekservaring. Waar komt die connectie dan vandaan? Het is een spirituele stroming. Je zou heel simplistisch kunnen zeggen dat er de klassieke tantra is, die echt in India ontstond, waarschijnlijk zo'n 1000 jaar geleden. En daar was bijvoorbeeld seks maar een klein onderdeeltje ervan. En op een gegeven moment ontstond er neo-tantra. Dus de meer moderne westerse tantra, zo'n 100, 120 jaar geleden. Ja, en dat was wel door een aantal mensen, die haalden een stukje van die klassieke tantra hier naartoe. Maar die dachten ook wel bij het seksdeel van, dit is wel heel interessant. Want in die tijd was het christendom ook wel heel erg aanwezig en veel onderdrukking van seks. Dus het idee is toch wel dat een aantal mensen dachten van hier is wel heel veel te halen. Waardoor eigenlijk die westerse tantra altijd een beetje zo de nadruk heeft gehouden op seksualiteit, intimiteit, relaties. Ja.
En dat is wel gedurende de tijd wel veranderd. Dus ja, op dit moment kun je natuurlijk op allerlei manieren aan tantra doen. Sommigen, zoals ik zelf, die focussen wat meer op meditatie. Wel heel actieve meditatie. Anderen bijvoorbeeld meer op massage. Maar als ik heel eerlijk ben, er zijn maar een paar organisaties waar ik ken waar ook ja, aan seks gedaan wordt. Dus dat is echt maar een heel klein deel. En het overgrote deel van de tantra in Nederland, ja, daar wordt wel gewerkt met dingen die fijn kunnen zijn voor je seksleven. Maar je doet niet aan seks. Er zijn geen orgies. Zon draaien en dan denk daar één en hier één. Dus jullie kunnen een maatje zijn. We gaan een meditatie doen en ik verwacht dat mij dit niet gaat lukken. Omdat ik altijd helemaal in mijn hoofd zit, bezig ben met allerlei randzaken. En eigenlijk nooit echt open heb gestaan voor meditatie. Of mijn gevoel op zijn beloop laten. Kom in ja, een houding zitten dat je lekker zit. Kijk maar eens, waar kan ik de ademhaling op dit moment voelen? Wat dieper te ademen door je mond. Oké, weet je, als je het allemaal loslaat en je gaat misschien ietsje dichterbij zitten. En nu mag jij geven. Ja, ademt in. Yes, ietsje rechterop, ja. Ja, precies. En we kunnen in de flow mee. Misschien raken de handen elkaar al wat meer. Als je voelt dat dat kloppend is, misschien de vingertoppen. Heel herkenbaar hè, voor heel veel mensen. Zo rekening houden met de ander. Maar ik denk ook gelijk van, dan verpest ik het voor jou. Nee. Kijk wat zegt zij. Nee, echt okay. Niet. Echt niet. Nee. Dat denk ik. Ja, echt super dat je dit aangeeft. Veel liever heb ik dit dan maar gewoon op de automatische piloot. Door, ik zit het uit, ik zit het uit. Ja. Dat is gewoon super mooi. Zo voelt het heel vaak. Ja. Oh, ja. Maar het is voor jou. Het is jouw lijf. Waardevolle inzichten en ik raakte er best wel geëmotioneerd door. En dat begon eigenlijk al bij het nee zeggen. En wat iemand uit de groep daarna ook deelde, van dat ze nu pas merkte hoe lastig ze dat eigenlijk vond om de nee uit te spreken. Omdat ze dan bang is om die andere persoon teleur te stellen. En toen dacht ik van ja, ik voel dit eigenlijk al sinds dat ik seksueel actief ben. En daardoor was ik een beetje in shock bij mezelf van Jezus. Loop hier al zo lang mee rond.
Ja. Ja, en daar ben ik er vandaag onder andere achter gekomen. Valt er nog meer te halen voor mij? Dit was het. Ja, nu je ben je af. Compleet. En perfect. Ja. Nee, tantra is echt gewoon een levenspad. Dus weet je, ik doe het bijna 20 jaar. Mm. En ik leer ook nog steeds. En er komen steeds weer nieuwe dingen bij. Dus ja. Het is echt wel goed dat mensen weten van dit gaat met kleine stapjes. En dat is ook goed. Het mag, je wil natuurlijk allemaal gelijk, pats, alles anders. Ja. Maar dat gaat niet werken. Dus je mag beetje voor beetje meer contact maken met je lichaam. Meer met je nee, met je ja. Daarin dingen ontdekken. Ja. Dus ja, het is wel iets om langer te doen. Ja. En als het er niet is, dat het ook oké is. Ja, Dat wil ik ook al gezegd hebben. Dat niet iedereen maar aan seks hoeft te doen. Als je het niet doet, ook ja. Goed. Ja, bedankt voor vandaag. Ja. Ik vind het heel fijn. Nooit gedacht dat tantra mij in één dag inzichten zou geven voor de rest van mijn leven. Ik zie seks niet meer alleen als middel om een ander te pleasen, maar als iets waar ik zelf ook van mag genieten en dat helemaal op mijn eigen manier. Ooit ga ik er weer plezier in krijgen, maar tot die tijd haal ik mijn levensenergie lekker uit andere dingen. Dus voor wie durft, neem maar van mij aan dat tantra een absolute aanrader is.